Vandaag in AMTV blikken we nog één keer terug op de DBA 2021. En we gingen in gesprek met de winnaars van de zakenauto van het jaar en de beste nieuwkomer. Leuk dat je kijkt naar deze uitzending van AMTV. De AM Driving Business Awards zijn achter de rug. We blikken in deze uitzending nog één keer terug op het event dat eerder deze maand plaatsvond bij Kasteel de Vaneburg in Putten. De Kia Niro werd gekroond tot zakenauto van het jaar. De onderscheiding voor het meest veelbelovende nieuwe model, de beste nieuwkomer, ging naar de Skoda Enyaq. Maar er stond natuurlijk nog veel meer op het programma. Think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why, always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out. Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij mee en ook heel trots op. En ik denk een hele mooie bevestiging dat we niet als eerste, maar wel met de juiste auto op het juiste moment gekomen zijn. Ja, dat smaakt zeker naar meer en daar ga ik ook eerlijk gezegd wel stiekem een klein beetje van uit. Zeer waardevol, ben zeer trots, ben absoluut blij en verheugd dat we deze prijs hebben. En het is een erkenning voor ons beleid van de afgelopen jaren. Nou, ik hoop nog meer award-winnende modellen. We zetten vol in op elektrisch, dat mogen duidelijk zijn. De EV6 is zojuist gearriveerd bij de dealers. En ook een erkenning aan onze dealers voor het werk wat zij geleverd hebben. En ik ben ervan overtuigd dat we er heel veel profijt van zullen hebben. Dat was hem dan. De Driving Business Awards zijn achter de rug. We hebben vanmiddag bekendgemaakt welke modellen de prijzen hebben gewonnen. Van harte gefeliciteerd met de prijzen en tot volgend jaar. Tijdens de Driving Business Awards werd de Skoda Enyaq uitgeroepen tot beste nieuwkomer als opvolger van de Volkswagen Golf 8. Daarmee krijgt de eerste elektrische SUV van Skoda een passende erkenning voor een zeer succesvolle introductie. Maar wat is nou het geheim van die Enyaq? We vroegen het aan directeur van Skoda Nederland, Tjeerd Tuitel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Allereerst een hele logische vraag, maar ben je verrast over het succes van de Enyaq afgelopen maanden? Nou, we zijn met Skoda binnen de Volkswagen groep niet altijd de eerste die met nieuwe dingen komt. Maar toen we de Enyaq zagen, toen hadden we echt wel de indruk van dit kon wel eens heel gaaf gaan worden. Ja. En we hebben hem natuurlijk een aantal keer gezien voordat hij echt live kwam. Ja, we zijn heel blij dat hij in één keer gekomen is met het juiste. Ja, je hebt gezien hoe hij eruit ziet. Het exterieur is fantastisch, binnen fantastisch. En waar wij zelf het meest enthousiast over waren, is dat het eigenlijk gewoon nog een auto is. Mm-hmm. Gewoon knoppen erin, makkelijk te bedienen. En dat past precies bij Skoda. Dus in, de juiste in tegenstelling auto tot... Tot vele anderen, zou ik zeggen. Ja. Je zei vanaf het eerste moment dat we inderdaad die auto zagen, waren we echt enthousiast. Ik kan me herinneren, we hebben een tijdje geleden ook een keer met elkaar gesproken. Zei, ja, we gingen ook met dealers naar Tsjechië om die auto te bekijken. Wat sprak daar zo in aan en wat sprak daar zo ook uit? Nou, wat ik zei, dat eigenlijk alles klopt. En dat gevoel heb je af en toe bij een auto. We hebben dat ooit eerder bij de Kodiaq ook dat gevoel gehad van, god, dit kon echt wel eens het verschil gaan maken voor Skoda. En dat hadden we hier eigenlijk ook. Een hele goede range, hele goede ruimte.
ja, wat ik zei, ook gewoon de looks, hè, buiten en binnen, gewoon hartstikke goed. Mm-hmm. Ik denk ook precies waar de Skoda-rijder naar op zoek is. Ja, de introductie kwam een beetje op een onhandig moment. Gedwongen sluiting van showrooms, onder andere. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Hoe heb je inderdaad toch daar een weg in gevonden in die eerste maanden? Ja, dat was inderdaad een heel bijzonder moment. Dat alles net sloot, terwijl wij hadden besloten, nu gaan we helemaal los met die auto. Maar uiteindelijk hebben we maar omgedacht en hebben we gezegd, als de showroom dicht is, dan gaan we de showroom maar gewoon naar de mensen toe brengen. Dus we zijn eigenlijk direct gestart met een actie, zodat je kon inschrijven om de auto bij je thuis te krijgen. Was toen nog een auto die nog niet mocht rijden, dus dat was allemaal nog best wel een lastig dingetje. Maar uiteindelijk binnen een dag hadden we al meteen zoveel aanmeldingen dat we hem ook bijna meteen dicht moesten zetten. Zo hard ging het, dus dat was ook wel een indicatie van het succes van de auto. Dat het met de vraag wel goed zat. Ja, en toen zijn we op pad gegaan. En voor vele mensen was het denk ik ook een leuk uitje, want toen gebeurde er echt heel weinig op dat moment in het land. Dus het was natuurlijk leuk als je dan een auto voor je deur krijgt. En op die manier hebben we gekeken of we ook steeds met de auto dicht bij mensen konden komen, inderdaad, in plaats van dat de mensen naar ons toe kwamen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is om een voorspelling te doen van het jaar begint, we hebben een nieuw model, maar wat gaat dit jaar opleveren? Hoe kan je daar een voorspelling in doen en wat voor cijfers kun je daar aan hangen? Nou, we hebben natuurlijk binnen de groep al de nodige ervaring met elektrisch, dus dat is natuurlijk een hele goede indicator. En uiteraard hebben we ook gekeken naar wat concurrenten in de jaren daarvoor hebben gedaan. Dus wij hebben eigenlijk vanaf dag 1 heel hoog ingezet bij onze fabrikant. En onszelf ook altijd als minimaal een top 3 land gepresenteerd in Praag. Dat je ook die auto's wel naar Nederland kan halen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, zeker. Ja. Heeft inderdaad Nederland ook top prioriteit voor Skoda? Als EV-koplopers eigenlijk? Ja, wij zijn absoluut in die top 3. Het mag voor zich spreken, Noorwegen staat daar natuurlijk in. Duitsland is een land die altijd hoog scoort, maar wij zijn zeker staan in die top 3. Ja. En dat is niet alleen omdat we natuurlijk ook elektrisch in Nederland heel hard gaan, maar het komt ook omdat wij qua infrastructuur en ook qua oplossingen meestal voorop lopen. Ja. Dus dat zorgt voor een mooie top 3 positie. Even kijken naar het totale gamma van Skoda. En de EV. De EV-inzet is nu ook gemaakt. Hè? Het gamma is flink verbreed, maar ook flink opgefrist de afgelopen tijd. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, klopt. We zijn eigenlijk nu helemaal fris met ons gamma. De laatste, ik mag het niet zeggen, maar het misschien wat lelijkere eentje die we nog hadden was de Fabia. En die is nu helemaal in een nieuw jasje. En ook helemaal gaaf. Dus ik zou zeggen, het hele gamma van Fabia tot Enyaq en alles daartussen is helemaal nieuw en goed. Mm-hmm. En qua elektrisch komen er nog een aantal derivaten ook van de Enyaq. Er komt nog een coupé aan, dus die komt volgend jaar. Er komen nog een aantal nieuwe accu-varianten. Dus er blijft nieuws komen. En gelukkig is ook de toekomst van Skoda is ook uitgesproken dat er nog 3 extra elektrische modellen aankomen. Dus we hoeven ons niet te gaan vervelen de komende jaren. Als je kijkt naar die klantengroepen van die Enyaq, wat voor doelgroepen bedien je daarmee vooral? Zijn dat al Skoda-rijders of zijn dat nieuwe doelgroepen? Nou, het mooie is, dat is ook onze strategie geweest. We hebben heel erg gezocht naar dat het geen vervanging zou worden, maar inderdaad dat het erbij komt binnen Skoda. En dat is bijzonder goed gelukt. Uit wat van auto's komen? Ja, het leuke is bij zo'n introductie ook, toen de showrooms nog wel open waren, we nog met kleine groepen konden werken, is het vooral ook leuk om op zo'n parkeerplaats te kijken en te gaan staan en te zien wat er aankomt. Nou, daar is echt een super diverse. Dus daar vanuit allerlei merken zagen we ze komen. Dus dat was al een goede indicatie dat het wel eens heel veel extra klanten konden worden in plaats van vervanging van de ICE-modellen. Zie je daar ook die praktische kant in terug? Want je zegt inderdaad, we zijn natuurlijk ook een merk voor mensen die inderdaad ook naar praktisch gemak op zoek zijn. Die ook veel spullen misschien wel mee willen nemen. Ja, dat was heel bijzonder. Wij hebben heel veel dingen in de showroom zien komen. Echt van kitesurfen, snowboarden, skis. Alles is gepast in die week om te kijken of het in die auto past. Dus dat praktische zeker. Maar ook bijzonder vaak is gelukkig ook gezegd, en dat is natuurlijk ook waar we met het merk naartoe willen, dat het ook gewoon vooral een hele gaaf auto is. En dat het niet alleen is omdat het heel veel value for money is, waar we natuurlijk als Skoda ook bekend om staan. Ja. We hebben het net inderdaad in het vorige gesprek en de vorige gesprek ook uitgebreid gehad over nieuwe mobiliteit. Misschien ook wel private lease. We zien daar nu heel veel van terugkomen. Hè. Veel merken die daar inderdaad volop inspelen. Hoe zien jullie die kansen voor private lease? En wat voor kansen biedt dat inderdaad ook wel voor de komende periode, misschien ook wel op de langere termijn? Gaat dat flink stijgen? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een ontwikkeling die we al jarenlang zien. Ik denk Renate, die gaf het ook al aan. Maar ook in alle andere onderzoeken zie je natuurlijk dat die vraag heel groot is. En dat het eigenlijk ook het private lease product ook steeds flexibeler moet worden. Nou, we zijn zelf ooit met de Citico i in het elektrische domein begonnen met een heel aantrekkelijke private lease tarief. En toen zagen we al dat daar ontzettend veel vraag naar is. En met de Enyaq trekt dat eigenlijk door. We zien dat daar continu heel veel vraag ook is vanuit de private lease kant. Ja. En de mobiliteitsbudgetten, we zagen het achter ons. Het is opkomend, het is nog niet daar waar we het misschien een paar jaar geleden verwachten. Maar dat gaat natuurlijk ook zorgen dat er een versnelling gaat komen op het private lease voor dit soort modellen. Ja. Dus voor ons een heel belangrijk segment en zeker eentje die heel hard groeit. De belangrijkste prijs tijdens de DWA, die van zakenauto van het jaar, ging naar de Kia Niro. Vorig jaar wist de Tesla Model 3 de prijs te grijpen. De vakjury was unaniem over de best verkochte auto van Nederland. Niemand kan meer om de Niro heen. We gingen in gesprek met directeur van Kia Nederland, Leon Verstoep, en met Ruben Keuter, General Manager Mobility Solutions bij Kia.
Van harte gefeliciteerd met de prijs. Kia Niro, zakenauto van het jaar 2022. Wie had dat 10 jaar geleden kunnen verwachten toen je begon aan het avontuur bij Kia? En jij ook ongeveer, Ruben? Ja, nou ja, ik zeg wel eens van als ik vroeger gedroomd had dat ik zou werken bij het grootste merk, dan had ik wel aan een ander merk gedacht. Ja. Zo eerlijk ben ik wel, maar ik ben er natuurlijk wel bijzonder trots op wat er is neergezet. Er werd net ook gezegd in het juryrapport over de organisatie. Er zijn denk ik 3 dingen die van belang zijn. Een stabiele organisatie, een goede model line-up. En dat hebben we denk ik ook van de fabrikant gekregen. Dat kunnen we denk ik niet onder stoel of bank steken. Maar het is ook te danken aan een heel sterk dealernetwerk. Want ja, we hebben natuurlijk in het grafiek ook gezien in 2013-14... dat wij niet, laten we zeggen, echt meespeelden met de CO2. Dus dat we in die ranking helemaal onderaan stonden. Toen hebben we ook, laten we zeggen, ook een programma gemaakt om het vertrouwen in het dealernetwerk in ons merk te houden. En niet zonder resultaat, denk ik. Want we kunnen er trots op zijn, denk ik, dat we gewoon ook een bijzonder sterk netwerk hebben die in staat is om onze auto's te vermarkten. Ja. Dus we hebben gewerkt aan de positionering van het merk. We hebben gewerkt, dat hebben jullie ook gezien, de Pause to the Surprise is nu Movement that Inspires. We hebben gewerkt echt ook aan de branding van het merk. Ook op een andere manier te adverteren. Zodat we ook afweken van de gebaande paden. Mm-hmm. En, ja, En nieuwe doelgroepen bereiken ook daardoor. En nieuwe doelgroepen bereiken. Ik heb in 2013 wel eens een film is er afgenomen van waar kan je nog groeien. Nou, toen zaten we al vrij hoog in de particuliere markt. Omdat traditioneel gaat natuurlijk bij een nieuw merk. Hè. We zijn zometeen 29 jaar op de markt. Gaan particulieren als eerste over. Maar we moesten groeien in de zakelijke markt. En ik weet ook als geen ander dat stabiliteit, vertrouwen bij de leasemaatschappijen, stabiel beleid dus, wat vertaalt in goede restwaarden en onderhoudscijfers, dat gewoon... Dat zijn de factoren. Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En ja, ik ben gewoon heel blij dat de markt dat gezien heeft, oppikt. En met onze nieuwe elektrische auto's komen we natuurlijk ook in een nieuw speelveld. Ja. Zo moeten we ook eerlijk zijn. Ruben, jij zit ook al een kleine 10 jaar bij Kia. Dus je hebt ook verschillende onderdelen meegemaakt door de jaren heen. Hoe is dat dat je inderdaad ziet dat je in dit jaar 7 van de 9 maanden de lijst aanvoert eigenlijk in de verkoopstatistieken? Ja, ik denk, wendt dat? Nou, ik denk heel bijzonder. Of het wenten, dat is denk ik wel... iemand noemde het al, wordt niet arrogant. Dat moet ook zeker niet worden. Het went niet. Het is hier today nu ook nummer 1. Daar zijn we heel trots op, maar het is geen doel op zich. Mm-hmm. We kijken heel goed naar de marktvraag. Wat wil de klant? De zakelijke klant, de privéklant. En daar spelen we op in. Ja. Hoe belangrijk is dit model voor Kia geweest en nog steeds? Ja, ik denk dat de Niro cruciaal is geweest voor ons. Om ons om de zakelijke markt natuurlijk te ontwikkelen met de e-Niro, maar ook voor de dealers qua verdienmodel. De shift van SUV naar crossover hebben wij als een van de eerste op ingespeeld. Dus ook die mix dat je niet puur voor full EV bent gegaan, maar dat er ook andere smaken waren? Ja, absoluut. Hè. Daarom ook eerst de hybrid en plug-in hybrid, daarna de e-Niro. Mm-hmm. En we zien ook nu dat we nog steeds in transitie zitten. Dus we willen aansluiting vinden bij meerdere partijen. En niet iedereen is al klaar voor elektrisch. De overheid wil 2030 volledig elektrisch. Nou, daar roeien we naartoe. En tot die tijd ook met hybrid en plug-in hybrid. Ja, nog even terug naar de verkoopcijfers. Leanne, ook voor jou. Begin van het jaar, we hadden het straks ook met Tjeerd over van Skoda. Hoe moeilijk is het om inderdaad verwachtingen te scheppen en een indicatie te kunnen geven van wat gaan we dit jaar doen? Ja, nou dat is ook lastig natuurlijk. De start was natuurlijk niet goed. Lockdown natuurlijk vanaf half december. Dat is traditioneel natuurlijk de belangrijkste order-intake periode. Daarna hebben wij denk ik wel een herstel gezien, bij ons in ieder geval. Dus dat is goed. Als je van de 9 maanden, 7 maanden op de eerste plaats staat, dan is dat natuurlijk wel een teken. Maar er is ook door de man van ING gezegd, we kunnen natuurlijk niet onder stoel of banken zeggen dat we niet tevreden kunnen zijn over de markt. Mm-hmm. Want vroeger was het 30-jarig gemiddelde, tenminste zo ben ik nog opgegroeid, was rond de 485.000 auto's. Er wordt nu gezegd, kan makkelijk naar 400.000 auto's of meer gaan. Dat zou kunnen volgend jaar als backorder posities worden uitgeleverd. Maar we zien wel natuurlijk door, denk ik, ook het BPM-beleid in Nederland, dat meer en meer import is. En dat daardoor de autoverkoop toch wel onder druk staat.
En dat is denk ik wel een kwalijke zaak. Het is ook een oproep denk ik aan Den Haag om gewoon ook serieus met onze branche om te gaan. Als je in de staartjes kijkt van de begroting, dan staat er 2 miljard BPM, 4 miljard motorrijtuigenbelasting, 12 miljard aan accijnzen. Nou, er zit natuurlijk ook drank- en rookwaren bij, maar het gaat wel om heel veel geld. Maar als we het hebben over de BPM-tabellen, die worden op 21 september pas bekendgemaakt. En dan, wij moeten al begroten van tevoren. We moeten weten wanneer welke auto's we bestellen voor volgend jaar. Ja. Eigenlijk kan je dat toch niet serieus nemen. Ik ben blij dat, Renate heeft dat denk ik ook gezegd, dat Motorblok met RAI, ANWB, BOVAG, VNA, in ieder geval een duidelijk stem in Den Haag. Maar dit moet echt gewoon eerder bekend worden. Ja. Ook nu die cap die naar beneden gaat voor voorbijtelling. Het had ook anders kunnen zijn. Met het IPCC-rapport bijvoorbeeld zou Den Haag kunnen zeggen, nou ja, goed, het moet gewoon 12% blijven, want we zouden elektrische auto's verder moeten stimuleren. Wat ook op de long run beter is. Dat had zomaar gekund. En dan? Dan gaan heel veel plannen zeg maar, bij autofabrikanten er anders uitzien. Ja, kortom, op korte termijn. Is er ook werk aan de winkel in Den Haag en ook vanuit de sector zelf om dat contact met Den Haag echt heel goed te houden? Nou ja, ik denk dat de branche een hele volwassen branche is. Er wordt altijd naar ons toe gekeken, maar wij moeten elke keer veranderingen inspelen. Maar wij moeten ook wel de gelegenheid hebben om met een stabiel beleid te kunnen werken. Mm-hmm. Ja, de Kia Niro, zakenauto van het jaar 2022. De auto is er al een aantal jaar natuurlijk, heeft zich bewezen. Dat werd door de jury ook juist als groot pluspunt gezien. Maar wat kunnen we de komende tijd verwachten van Kia, Ruben? Want een EV6 heb ik onlangs gezien. Ja, absoluut. Ik denk dat de groep echt vol op elektrisch inzetten. Wat Den Haag ook besluit. Ja. Dus meer dan alleen Nederland. Wel heel belangrijk voor de elektrische markt. En die toekomst is elektrisch. Dus daar gaan we op inzetten door middel van dedicated platforms, waar de EV6 als eerste van afrolt. Maar daarnaast komt er nog veel meer nieuws aan. Ik heb net gezegd, we gaan die transitie niet alleen met elektrisch. Tot die tijd ook met hybrid en plug-in hybrid. Er komt begin volgend jaar de volledig nieuwe Sportage. Nou, die is de afgelopen jaren minder populair door die hoge CO2 met het belastingklimaat. Dus we zijn sterk met de Niro en CSUV segment. Maar de Sportage gaat er ook weer een grote rol spelen met de plug-in hybrid en hybrid. Ja. En er komt nog veel meer aan. Zoals ik zei, volledig op elektrisch. Er komen 11 elektrische modellen in de toekomst. We hebben van 7 dedicated wereldwijd. En dat wordt, ik hoorde het al eerder iemand zeggen, het wordt een normale auto. We krijgen auto's met trekgewicht, belangrijk voor Nederland. Mm-hmm. Dus ja, we hoeven op de duur geen concessies meer te doen om elektrisch te rijden. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, laatste vraagje nog even. Ook teruggrijpend op het NZMO, op het co-sharing verhaal natuurlijk, dat we voorbij hebben zien komen. Hoe kijken jullie nou naar inderdaad die jongere doelgroepen? Hoe proberen jullie die ook binnen te halen? En hoe kijken jullie inderdaad ook naar inzet van slim inzetten van mobiliteitsbudgetten? En inderdaad daar ook een Kia in meenemen? Ja, hele goede vraag. Dat houdt ons regelmatig bezig. Eigenlijk elke strategische sessie die we hebben. We hebben een bepaalde doelgroep die willen we vasthouden. Maar iemand die nu 12, 13 is, die kan over 5 jaar auto rijden als hij zijn rijbewijs haalt. Wat gaat hij rijden? Niet iedereen heeft gelijk een auto als je natuurlijk 18 bent. Maar als je kijkt naar mobiliteit in de toekomst. Je ziet veel ontwikkelingen nu. Ja, wat wordt de koopkracht in de toekomst van jongere mensen? Je ziet natuurlijk de woningmarkt is krapte. Wat kunnen mensen besteden? Tegelijkertijd zien we elektrisch, maar ook ontwikkelingen als Euro 7 die eraan komt. Dat gaat absoluut zorgen voor verdere kostenstijging. Dus wij zijn eigenlijk van overtuigd. In de toekomst is niet een auto meer voor iedereen weggelegd. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je dat 80% van de kilometers die wordt afgelegd, wordt gedaan met een auto. Dus dat blijft wel een essentieel onderdeel van mobiliteit. Ja. Dus op dit moment zijn we pilots aan het draaien om te kijken van hoe kunnen we van bezit naar gebruik gaan. Private lease is natuurlijk een grote ontwikkeling. Daardoor wordt het bereikbaarder voor jongeren om een nieuwe auto te kunnen rijden. Maar op termijn ben ik ervan overtuigd dat je echt meer naar deelmobiliteit gaat. Ja. Ik vond het ook leuk om te zien GoSharing. Er zijn verschillende partijen nu. Ja, het is nog pionieren, maar het wordt wel heel snel groot. Het kan heel snel gaan. Ja, er komen platforms om te koppelen, zodat je toegang krijgt tot deelmobiliteit op een makkelijke manier. Dus ik schaam me toch nog een beetje onder de jongere doelgroep. Ben ervan overtuigd dat gaat komen, deelmobiliteit. Ja. De speerpunten zijn in ieder geval volle bak daarop doorop gericht. Nog eenmaal. We gaan het afronden. Ja, een mooie award denk ik voor jullie. Mooie beloning en bekroning voor de Kia Niro en voor Kia Nederland als organisatie ook in Nederland. Dus ik denk een hele mooie prijs voor jullie. Mooi dat jullie hem hier bij ons in ontvangst hebben genomen. Tot zover onze terugblik op de DBA. Tijdens de Bestel Auto Expo op woensdag 24 november in Expo Haarlemmermeer staat de uitreiking van de prijs voor Bestel Auto van het jaar op het programma.
Ook wordt de winnaar van de belofte van het jaar in het zonnetje gezet. Ga voor meer informatie en aanmelding voor dit event naar www.bestelautoexpo.nl. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van AMTV. Over 2 weken op vrijdag 5 november zijn we er weer. Tot dan!